Hallo, ik ben Pra. Welkom terug bij Aloy Maak Thijs Koken Makkelijk. Vandaag gaan we een meroen toetje maken. Banaan in kokosmelk of in het Thijs gruppertje. Dit toetje is echt geschikt voor het koude weer. Maar je kan het natuurlijk het hele jaar eten. Wat hebben we voor dit toetje nodig? Banaan, 5 gram zout, suiker en kokosmelk. Daarnaast hand warm water en zout. We gaan beginnen met de voorbereiding. Peel de bananen. Snijden ze grof. Inpakken. En daarna door de midden. Zorg ervoor dat de banaan niet te zacht zijn. Wij gaan de bananen vervolgens inwerken. Stop de saus in hand warm water en roer tot het opgelost is. Voeg vervolgens de bananen toe. Werk ze in ongeveer 5 minuten. Dit doen we zodat de bananen mooi van kleur blijven en niet te zacht worden tijdens het koken. Dan zijn de voorbereiding al klaar en gaan we koken. Zet de kokosmelk aan de kook in een pan. Wanneer het begint te koken, stop dan de suiker en de zout erin. Roer tot de suiker en zout opgelost zijn. Zet het vuur omlaag. Voeg nu de bananen toe. Roer nog eenmaal. En doe dan de deksel erop. Blijf koken voor 5 minuten. En daarna is het klaar om op te dienen. Wil je alles nog een rustig nalezen? Kijk dan op onze website. En vergeet niet om te abonneren voor onze volgende kookles. Is makkelijk. Sawasdee ka.